Dit schilderijtje, olieverf op paneel, olieverf op hout geschilderd, heet Herinnering. En het is gemaakt door de Zaanse schilder Jan Verkade. Het komt uit de collectie van het Rijksmuseum. Het is best bijzonder, want die Zaanse man, Jan Verkade, doopsgezind, die gaat in de jaren 90 naar Bretagne. En hij wordt katholiek en hij sluit zich aan bij de kunstenaarsgroep rond Paul Gauguin, de Franse vernieuwer, vriend van Vincent van Gogh, die aan de Franse westkust in Pont-Aven op een hele nieuwe manier gaat schilderen. Op een hele vereenvoudigde, gestileerde manier schilderen ze de vissers aan de Franse westkust alsof het een soort heiligen zijn. Ze worden op een voetstuk geplaatst. En in 1892 gaat Jan Verkade naar Florence en daar leert hij de 15e eeuwse schilderkunst kennen die de Italiaanse schilderkunst zo beroemd heeft gemaakt. Het verbeelden van heiligen op een hele eenvoudige, gestileerde manier met heel veel goud in de achtergrond. En dat ziet hij daar. En als hij terugkomt, maakt hij dit schilderij, de herinnering. De herinnering aan de westkust van Frankrijk, waar die Franse vissersvrouwen al bijna als heiligen te zien zijn. Het is een herinnering aan het Toscaanse landschap, aan de heuvels en aan het katholieke geloof, verbeeld in dat kleine kerkje. En deze Bretonse vissersvrouw is als een heilige eigenlijk geschilderd. Ze wordt op een voetstuk geplaatst, ze wordt vereerd door deze Nederlandse schilder die zich aansloot bij de wereldberoemde Franse Pont-Aven schilders, Les Nabis, de profeten.